Gerien, tijdens de kadernota vorige week heb je een motie ingediend. Waar ging die motie over? Die motie ging eigenlijk over het minimabeleid. En bij het minimabeleid is het zo, dan krijg je dus een minimumuitkering. Maar bij die naast die minimumuitkering die je gewoon krijgt, is er ook nog extra bijstand mogelijk. En dat zit met name in de participatiegelden en ook in de kwijtschelding. Kwijtschelding van de gemeentelijke lasten. Wanneer je al langere tijd als minima bekend staat bij de gemeente, is die kwijtschelding gemeentelijke bijdragen, dus de OZB, al voor ingevuld. Is het al duidelijk, dan hoef je dat ook niet meer ieder jaar opnieuw aan te vragen. 3 jaar lang niet. Maar er zijn ook participatiegelden. En voor die participatiegelden, daarvoor hebben we dus aangevraagd om die ook op te nemen, zodat mensen die daar dus recht op hebben, dat niet meer aan hoeven te vragen, maar dat het hun aangeleverd wordt, want het is best moeilijk om het aan te vragen wanneer je bijvoorbeeld je kinderen graag op een sport wil doen, of je wilt graag deelnemen aan een maatschappij. Je wilt graag een krant hebben. Een krant is natuurlijk voor veel mensen erg duur. Maar dan zou je van een participatiegeld ook kunnen doen. Of je een zwembadabonnement, om maar even een voorbeeld te nemen. Het is eigenlijk gewoon een stuk vergemakkelijking naar de mensen. Ja, het is een drempelverlagend iets. Want het is toch een drempel om bijstand aan te vragen. Dat doe je niet zomaar. Je gaat niet zomaar je voelt jezelf dan gewoon een beetje brutaal. Of denkt van, nee, dat durf ik niet. Of dat wil ik niet. Maar wanneer je er recht op hebt, vind ik dat je dat recht gewoon moet krijgen. Bij de belasting is het zo van, ze kunnen daar zorgen voor een vooringevuld formulier. Waarom zouden we dat bij de gemeente ook niet kunnen? En in die zin hebben we dus aangevraagd om dat bij de gemeente dus in orde te maken. En hebben dat gevraagd om een onderzoek te doen of een vooringevuld formulier mogelijk is. Zodat cliënten het alleen maar hoeven te ondertekenen. Je mag mensen dat niet zomaar uitreiken, wanneer ze, ook al hebben ze daar al in wezen wel recht op, want dat doe je eigenlijk aan inkomenspolitiek. Maar wanneer je dus een vooringevuld formulier hebt voor die mensen, want hun gegevens zijn bekend, het is bekend, hebben ze kinderen, hebben ze geen kinderen, hebben ze kinderen, kunnen ze per kind dus ook geld ontvangen. En als je dat een vooringevuld formulier hebt, dat mensen het alleen maar hoeven te ondertekenen, dus dan geven ze daar toestemming voor, dan is dat voor hun een hele grote drempel weggenomen. En de motie is unaniem aangenomen door alle fracties, dus ook zeer tevreden? Ik ben zeer tevreden. En ik heb dus ook nog erbij gevraagd wanneer het door kan gaan, want het zijn natuurlijk wel het moet hier ook door de ambtenaren uitgezocht worden, wanneer het aangenomen is om het ook breed uit te publiceren. En ik ben heel gelukkig mee dat die aangenomen is.